Goedemorgen. Zo, nog dichterbij, joh. Ik wil wel weer verder. We zijn vandaag op concours in Houten. Gouden Bollen. 2 weken geleden ook al, nu weer. Nee, leuk concours. Ja, het is net begonnen, de limiet. Dus hartstikke leuk. Spannend. Ja, we hebben allebei best wel druk vandaag, dus we gaan proberen wel genoeg te filmen. Ja, en we moeten ook nog allebei jonge rijders rijden. Ja, superleuk. Dus we zijn ook de concurrenten vandaag van elkaar. Zeker, nee, gaat hard. Het nee. Wordt heel spannend. Nee, hartstikke leuk. En vandaag tuigpaden, Hackney's en Shetlanders. Dus, Shetlanders een keer, ja. En moet ik ook nog meemaken? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh. En de Gouden Bolhoed, daar gaat deze wedstrijd om. De rijderswissel, en dat komt helemaal aan het eind van de dag. Dat zullen we sowieso wel even filmen, dat is ja, heel leuk. Dat is heel leuk. En die gaan dan uiteindelijk tegen elkaar strijden. En we zijn heel benieuwd hoe dat gaat. Voor een andere rijder, een ander paard. Ga je straks zien. Veel plezier. Tot zo. Altijd zon. Eén voordeel als je water geeft. Je bent toch al nat. Ja, dan van de Weide die kan wel tegen regen zo te zien. Nu heb ik geen jas aan. Je hebt geen jas aan. Je moet toch een beetje macho doen natuurlijk. Vind je het leuk? Nee. Jammer. Ik ben nat. Ik ga meteen vanaf volgende bij de ringmeester. Wij zitten hier even bij Henriette Hoorn. En Henriette is de secretaris van de VTM. Ja, klopt. En die regelt heel veel dingen. Ja, jawel, eigenlijk wel. Ja. Wat houdt het allemaal in als je dat bent? Ja, je hebt secretaressewerk. Dus alle inschrijvingen komen bij mij binnen en ik maak overal de startlijsten van. En de uitslagenverwerking, de websitebeheer, contact met de organisaties betreffende de rubrieken, shows, van alles. We regelen van alles. Ja. En dat doe je voor sowieso nationaal. En hoe werkt dat bij de regionale groep? Nationaal doe ik en ik doe Midden-West-Zuid regionaal. Okay. Alleen voor de website doe ik dus alles. Ook voor Noord, uitslagen vermelden. En ja, ja. Maar ik heb een super hulp. En dat is mijn dochter. Kijk. Die heel veel doet. Ja. En die ja, vindt het ook leuk? Ja, die vindt het hartstikke leuk. Ja, ja, het gaat hartstikke goed. En hoe ziet het qua voorbereiding eruit? Heb je veel voorbereidingen? Wat is het drukste, zeg maar? Ja, het drukste is de startlijsten maken. Achter de rijders aan als ze opgegeven hebben, als je ze mist. Ja, je moet voldoende in de rubrieken hebben, dus ja. En dan doorgeven en ja, loting erover. Selecties voor de kampioenschappen. Okay. Ja, er komt heel veel bij kijken. Ja. Je houdt ook allemaal bij wie zeg maar startgerechtigd dan is ja, voor de kampioenschappen. Ja, klopt. De beste limietpaarden moeten er dan bij. Ja, belangrijk ook. Ja, dat het allemaal meteen goed gaat. Ja, ja, daarom. En je doet het niet altijd goed hoor. Maar ja, dat proberen we wel. Ja. Ja. En wat vind je nou leuk aan de tuigpaardensport? Gewoon om zelf mee te doen vind ik hartstikke leuk. Met de paden, opvlechten, trainen. Geweldig. Maar hier kan ik ook gewoon van genieten. Lekker gaan kijken. Ja. En kijken of de juryleden het goed doen. Ja, ja, ook belangrijk. Ja, ja. Gewoon die hobby. Geweldig. Ja. Ja. Bedankt. Ja. Graag gedaan, dames. Veel plezier. Jullie ook. Spannend. 12 geweldige tuigpaarden. Maak er voor u de show hier. Maar wie is dat? Yeah,
Elburg. En Joelle met Ik ben Rita. Dankzij onze relatie met Thomas van Weijden. Okay. Topkliniek. En omdat wij dol zijn op paarden en we Thomas al meer dan 25 jaar kennen, was het vrij logisch dat hij bij ons ook aan de bel trok om een stukje financiering rond te krijgen. Ja. Dit soort evenementen zijn niet alleen hartstikke duur, hartstikke leuk, maar ook behoorlijk kostbaar. Ja. Dus dat was het vrij logisch. Okay. Ja. En heeft u verder iets met tuinpaden specifiek? Niet specifiek tuinpaden, hoewel ik vooral ook de aanspanningen ontzettend leuk vind. En ja, het leukste vond ik natuurlijk als Thomas zelf met tuinpaden zou aankomen. Maar ja, hij is vandaag dagvoorzitter. Okay, ja. Dus dat zit er niet in. Dat zit er niet in. Maar we genieten gewoon van het hele gebeuren. Okay. Ja. En vandaag zit hij lekker in de vent. Wordt hij ook nog voorzien van een hapje en een drankje? Ja, het is keurig verzorgd. We hebben niet geslapen. Voor iedereen een hele erg leuke dag. Nou, veel plezier dan. Ja, dankjewel. Ik zit naast jurylid Marco. Hoi. En ik ben wel heel erg benieuwd waar je op gaat letten straks met de Gouden Bol. Zijn er verschillende aspecten die daarop waar we op gaan letten, onder andere wisseling van de rijen met de combinatie paard, manier van de aanleuning, de handelingen met het gevoel bij de aanleuning, de opbouw, de afwerking en de incidentie. Dus we hebben een hele korte tijd, eigenlijk maar 2,5 ronde, om dat te presenteren, ja. Maar wel meteen het laten zien. Ja. Dus we kijken daarna. Manier van rijden, manier van de houding, totale plaatje, de uitstraling. Ik hou van de brutaliteit, maar dan de rechte brutaliteit. Geen afwachtende houding, zijn dingen, elementen waar ik persoonlijk op let. Ja. En zeker op een stand, want het is ook heel kort iets wat voor de jury moet gebeuren. Dus dan en op een korte termijn. Dus je moet eigenlijk wel steeds focussen op een ander paard. En een hele korte. Ik heb er een klik bij, of het past of het past niet. Ja. Het is wel spannend denk ik, andere rijders en andere paarden. Het is toch meestal de klik die het meestal doet? De klik, de hand, zeker de startmodus is heel belangrijk. Van, hoe ga je aanzetten, hoe gaat hij lopen, hoe accepteert hij het bit, hoe moet je ophouding maken, de opbouw. Ja, en dan is dat de kunst, hè, want wij willen graag zelf ook kijken wat hij kan. Dus dat doen we met een aantal rijders. Aan de zijkant kijken, nou dat is juist nou net niet het geval. Je moet vooruit kijken. Ja. Dus zelfbewustzijn en zelfvertrouwen uitstaan. Maar hij doet het goed. Ja. Dit zijn paarden die gewoon goed kunnen lopen, die gewoon hele goede paarden zijn. Maar ook met een verschillende hoge en lage moeilijkheidsgraden. Ja. En ja, hoe gaan we door? Dus wij zijn, ik ben ook persoonlijk heel erg benieuwd. Dus samen met de heer Avanessa. Ja. Dus we hebben allebei toch een aangespannen insteek. Ja. En dus ja, we weten hoe moeilijk dit is. Zeker met kwaliteit aan paarden. Ja, ik ben benieuwd. Dank. Bedankt voor het interview. Gezelligheid! Welkom in de feestdag. Doe maar lekker wat. Het is Jan van der Zolder.
Eentje inderdaad Silo. Nee, Mark met Silo dan. Mark de Brood. De laatste ronde erin, dus je krijgt nu voor iedereen nog even de kans om één keer af te gaan. Beginnen met Harry! Vaak tot toch de handen en vooral het niet de stille aanleuning hebben, vaak een verstorend beeld was in totaal opzicht. Wij vonden Harry Middelaar ten opzichte van de andere rijders iets bovenuit springen, tot hij op een zeer korte tijd, 20 meter, 25 meter, het paard aan kon voelen en aan kon rijden. En dat vonden wij een heel positief iets. En we vonden het ook een schoolvoorbeeld. Dus wij hadden Harry Middelaar als nummer 1. Dank u wel. This is the time when the momentum and the moment zij voelt zich vooral aangeboden. Oké, ze Mieke van de Maat, Sylvia Zoeken, geweldig. Natuurlijk felicitaties voor Kees en Mieke van Thomas. Grote fles champagne van Gerda. Gerda Oskam, dames en heren. Applausje voor Gerda. Zo hard gewerkt weer voor het secretariaat. Heb je wel eerder gewonnen, Harry? Vorig jaar hadden we het geluk dat we hem ook wonnen. Het is natuurlijk iedere keer een uitdaging om zo snel mogelijk jij gaan het paard aan te voelen. En die dan in een korte termijn, hier even heen en weer te rijden. Dus je moet je eigenlijk snel aanpassen. Het is vakmanschap, die noemen wij dat. Ja, wij noemen dat vakmanschap, dames en heren, of niet? Maar ook applaus straks voor de anderen. Michel, hoe vind je het? Ja, top. Applaus voor Harry Middelaar, tweede keer. Winnaar van de Bolhoes, bedankt Eutje. Bedankt Marcel. Bedankt Mark. Hij doet het wel. Mooi van de week. Tot dag. Dit was de Bolhoes. Dit was de Bolhoes. Heel leuk en spannende finale. Bolhoes, dat is zo spannend. Zo leuk. Eigenlijk jongens, als je nog niet bij bent geweest, moet je daar echt eens een keer heen gaan. Want het is zo'n sfeertje. En je bent zo benieuwd hoe die paarden gaan. Nergens anders dan Zoetland? Nee, dat doen ze nergens anders dan. Het is echt alleen hier in Houten. Dus echt een tip voor volgend jaar. Kom hierheen. Hoi jongens, ik sta de Bolhoes afgelopen 2019. Samen met de Vormeiden. En we zaten even na te vragen. Ik ben erg onder de indruk van de Vormeiden. Fijn wat ze anders doen. Ik heb mezelf nog meegereden, moet ik zeggen, hadden ze minder kleuren nu. Maar het ging goed, leuk. Mooie editie, jammer van het weer, maar als we erop terugkijken. Goeie sport, goede sfeer. Top, tot volgend jaar. Ik kom hè.